Martin ten Kaat, jij bent uh, coördinator. Jij bent eigenlijk uh, erbij gekomen bij het groepje, zeg maar. Jij bent in 2015 en 2017 ook naar Irak geweest. Okay. Uh, jij doet de coördinatie van uh, het, 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 de spullen, de goederen. Ja. Hoe gaat dat in zijn werk? Komen die goederen aan, daar waar ze moeten zijn? Nou, dat is ook uh, de reden dat wij daar twee keer geweest zijn. ...om echt te gaan kijken, ook voor de, ja, de gemeente zeg maar, waar wij de spullen uh, van gekregen hebben... ...om te kijken uh, of het ook echt werkelijk op de plekken komt waar het moet komen. En in uh, 2015 hebben we dat inderdaad ook gezien. Zijn we zijn ook in vluchtelingenkampen geweest, uh, in kerken geweest in Irak... Waar ...die de mensen, de, tenminste de gemeentes die de goederen distribueerden... Zeg maar. uh, ...en in vluchtelingenkampen geweest waar het ook echt werkelijk uitgedeeld is. Uh, dus we hebben echt gezien dat het ook op de plekken komt waar het moet komen... Um, afgelopen maart hebben we echt ook daadwerkelijk in uh, verschillende vluchtelingenkampen ook echt zelf de goederen gewoon zelf uitgedeeld. We hebben een zestal vluchtelingenkampen bezocht en uh, we hadden gewoon een vrachtwagentje bij ons met hulpgoederen, tassen met kleding die ze daar eigenlijk al uh, ja, maakten. Dus een tas met wat kleding, uh, wat persoonlijke verzorgingsmiddelen en die hebben we echt daadwerkelijk gewoon echt in handen gehad en aan de mensen gegeven. Nou weet ik, de winters zijn daar heel koud, hè? dus ja. kleding is daar heel erg belangrijk. Ja. Hoe zit het met uh, de medicatie? En dan denk ik bijvoorbeeld aan simpele dingen als paracetamol, uh, jodium, verbandmaterialen. Uh, ja, zoals verbandmateriaal mogen we hier vanuit Nederland wel meenemen, maar echte medicatie mogen we niet uh, vanuit Nederland meenemen. De grens over daar zo. Daar zijn, uh, zoals kleding, ja, daar gaan we met de vrachtwagen de grens over. Dat ik komen op zijn papieren voor dat ze dat ook echt mee. Dat de chauffeurs dat bij zich hebben. Maar echte medicijnen, die mogen we niet meenemen. Want dan moet dat via het ministerie van Volksgezondheid daar zo. En daar zijn zulke regels aan, strenge regels aan verbonden. En controles, ja, dat ze dat gewoon niet adviseren om dat te doen. En dat hebben ze op locatie daar zo. Dat komt eigenlijk in het land zelf via grote hulporganisaties. Uh, wordt dat daar verspreid. Ja. Uh, speelgoed voor de kinderen? Ja, ook speelgoed. Ja. Daar zijn ze heel blij mee. We zijn in een, uh, 2015 in een vluchtelingenkamp geweest. Daar hebben we ook daadwerkelijk speelgoed uitgedeeld aan de kinderen. Dus elk kind kreeg een tasje met, uh, met speelgoed en ja, dan zie je eigenlijk dat ze kinderen blij zijn met een zakje knikkers, met een autootje. Ja, daar kunnen ze zich dan dagen mee vermaken, omdat ze helemaal niks hebben. Nee. Ja, dat, dat is. De glimlach van, de het, glimlach van, het, kind, van het kind, dat, dat doet dan. je dan al heel goed. Ja, en dan ga je met ze op de grond zitten, dan ga je met ze speel, speel met die autootjes en met die knikkers en ja, en als je dan uh, Ziet wat, ze, wat we hier thuis aan het speelgoed hebben aan de kinderen en, en waar ze daar blij mee zijn, Ja, dat maakt je gewoon. Uh, ja. Nou, ben je natuurlijk uh, coördinator, maar ik neem aan dat jij natuurlijk ook wel schrijnende dingen hebt gezien. Wat ook op jouw netvlies staat, wat daar met mensen gebeurd is. Nou, ja, gezien. Uh, uit verhalen. Uh, misschien? Uit verhalen wel, ja. Ja, mm -hmm. ja. We hebben echt wel uh, mensen gesproken die uh, echt hals over kop hun huis hebben moeten verlaten, die gevlucht zijn. Uh, ja, echt tijdens een vlucht achtervolgd zijn door strijders van de IS. Die uh, ja, alles achter hebben moeten laten. We hebben een uh, echtpaar gesproken uit een uh, christelijk dorp vlakbij Mosul. Die zijn daar in eerste instantie gebleven. Die dachten van nou, we, het komt wel goed, we zitten onze tijd wel uit hier zo. Maar op een gegeven moment toch weggevlucht. En uh, ja, die man die kon niet meer onderweg. Die vrouw heeft, uh, heeft haar man eigenlijk meegesleept. En uh, ja. Met hulp van militairen zijn ze in Erbil in de stad gekomen. Ja, die man die heeft ja, wonden aan zijn benen van het uh, slepen over de grond. Het ja, is uh, ja, schrijnend dat je dat dan ziet. En als je die mensen die zijn, nou denk ik in de tachtig. En, uh, ja. heb, je, heb, je, heb je angst gekend toen je daar was? Nee, nee. We hadden je een... voelde je wel redelijk veilig? We voelde ons wel veilig, ja. Ja, we hebben ons. Uh, ja, één moment we de, waren we in een, in een stad, in, echt in Noord-Irak, uh, Noord aan de grens met Turkije, uh, Syrië. Dat was een, ja, een stad waar, we eigenlijk, waar ik buiten liep en ik zeg van ja, dat voelt hier gewoon anders dan in Erbil, in, in het gebied waar we waren in Koerdistan. En uh, ja, dat was de enige plek dat ik zeg van nou, hier voel ik me niet fijn. Maar verder hebben we ons eigenlijk ja, geen moment onveilig gevoeld. Nee. Het is eigenlijk in tegenstelling tot wat je verwacht en wat je hoort. Ik denk van de mensen zeggen: van ja, je gaat naar Irak toe. Uh, dat is helemaal niet veilig. Maar ja, het gebied waar we waren, de, daar is zoveel opvang van vluchtelingen. En uh, ja, het Koerdische leger, dat heeft daar de controle. En het, het is, in principe is het gewoon een veilig gebied. Ja, dat, dat verbaast ons de eerste keer ook. Ja, uh, is het een, uh, een mooi land? Een, het landschap? Ja, het is een prachtig land. Ja, um, 2015, toen we daar waren, dat was het echt uh, in juni. Toen was het. Uh, het land eigenlijk, ja, veel uh, graan en tarwe. Dus eigenlijk heel bruin. Um, maar heel afwisselend. Heuvelandschap en de hoge bergen aan de grens met Iran. Het is echt, uh, ja, het is echt een prachtige natuur. Maar als je dan uh, afgelopen zomer, of afgelopen voorjaar keek. Dus in maart. We kwamen uh, met een vliegtuig, we, vlogen we overdag. Landen we daar in, uh, in Erbil. En we keken naar beneden. En ze dachten van, ja, zijn we al boven Irak? Was, alles was groen. Het was echt prachtig, echt een heel mooi land. Ja. Ja, dan kun je je amper voorstellen wat er allemaal aan de hand is. Ja, dat klopt ja. ja. Het, het ja, de, 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 de contrasten tussen de stad Erbil, een, een, een echt een grote stad, uh, de gebieden eromheen. En dan rij je 30, 40 kilometer en dan kom je eigenlijk op de, ja, de plekken waar als, we, waar als echt gevochten is, dan ga je eigenlijk richting het front. En, uh, dat hebben jullie neem ik aan toch wel vermeden? Hè? <laughs> nou, uh, niet helemaal. Uh, 2015 zijn we echt uh, aan het front geweest. Dus hebben we echt achter de zandzakken gestaan. Hadden we een afspraak met een, uh, met een generaal. En uh, zijn we daar geweest. Die heeft met ons meegereden onder begeleiding naar het front. En uh, toen hebben we echt achter de zandzakken gestaan. Dan hebben we echt de, de frontlinie gezien. Uh, afgelopen voorjaar zijn we weer naar diezelfde plek geweest. Alleen toen konden we. Veel verder doorrijden, richting de stad Mosul. We zijn op een kilometer of 10, 15 van Mosul geweest. Wel onder begeleiding van uh, het Koerdische leger. Maar echt in de dorpen uh, geweest. Karakosh, uh, Bartella, zijn echt bekende christelijke dorpen. Waar echt het, uh, ja, het leger huis heeft. echt verwoestingen waren. Uh, kerken uitgebrand. Ja, het echt verschrikkelijke dingen gezien. daar Aan, de, aan schade en uh, verwoestingen. Ja. Jullie zijn uh, nu hier ook uh, kleding aan het verzamelen. Ja, top, ja. En dat wordt nu ingepakt door vrijwilligers. Ja. Daar gaan we zo nog even bij kijken. En uh, wanneer gaat dat weg? Um, we hebben een um, opslag in Nunspeet. Daar komen de goederen vanuit uh, gemeentes uit het hele land. Worden daar naartoe gebracht. Die worden daar opgeslagen. En op het moment, op het moment dat we daar dan ja, zeggen van... ...nou, we hebben genoeg voldoende om een vrachtwagen te vullen... Dan, uh, Zoek om contact met onze contactpersoon, Iraakse Nederlandse dominee. En uh, die, die, die zorgt voor een vrachtwagen. En dan uh, gaat hij weer uh, richting Koerdistan. Uh, de verwachting is dat dat binnen nu en twee weken ongeveer uh, zal zijn. Dus als dit klaar is, dan hebben we, denk ik, een vrachtwagen vol. En dan gaat het weer, uh, weer die kant op. En ga jij er nog weer heen? Nou, dat denk ik wel, ja. <laughs> het is wel een land wat mijn hart gestolen heeft. Ondanks de verschrikkelijke dingen die we daar gezien hebben, maar het is wel een land dat ik zeg van uh, ja, daar ga ik zeker nog een keer. Ja, doen. maar ook, ook de mensen om daar mensen. te helpen. Ja, ja, de mensen te, te helpen, te, ja, te bemoedigen vooral. Um, het is ja, vooral een stukje bemoediging wat je doet daar. Zo, ja, je, je hebt het gevoel dat je daar uh, ja, niet veel kunt doen, maar als je hoort die mensen het al zo waarderen dat je alleen je gezicht laat zien in zo'n tasje uitdeelt, dat. Ja, dat je dat laat de mensen goed. leven, ja, Leef. Ja, inderdaad, ja. Klopt. En dat geeft natuurlijk uh, voor jezelf een goed gevoel ook. en ook voor de mensen? Voor de mensen zeker, maar helemaal voor jezelf. En dat geeft jezelf ook kracht om verder te gaan. En, ja, je ziet gewoon dat het. Het is een druppel op een goede in de plaat wat we daar doen. Maar als je ziet hoe blij ze zijn met wat. Dat kleine beetje wat we die kant op sturen. in verhouding met wat de organisaties daar doen. Geeft. Het is natuurlijk wel een prachtig initiatief hè, dat jullie dit. Uh, ja, eigenlijk zo op poten hebben gezet. Om die hulp aan Irak te geven. Ja, ja eigenlijk is het een. Uh, ja, hoe uh, Albert daarmee begonnen is, zeg maar, uh, ja dat initiatief, en dat, dat, ja, dat heeft echt geresulteerd in dat nu de dertigste vrachtwagen binnenkort gaat vertrekken. Ja, het eerste uh, half jaar waren het er vijftien, zestien. Toen is het echt uh, ja, heel explosief uh, gegaan binnen heel veel gemeentes. En uh, dat was inderdaad ook de reden dat we daarheen geweest zijn. En uh, ja, vanaf dat moment, we zijn nu ongeveer anderhalf, twee jaar verder... Ja, het houdt eigenlijk niet op, het blijft doorgaan. Niet in dat tempo wat we hadden, maar ik bedoel, het blijft gewoon doorgaan. Onlangs een uh, contact gelegd met een aantal scholen, um, ja, die krijgen een nieuw schoolmubilair. Um, al het meubilair van die school hebben wij gekregen en dat gaat nu ook mondjesmaat die kant op. Om ook daar zo weer in de vluchtelingenkampen of ja, daaromheen de kinderen weer wat onderwijs te bieden. Zeg maar. de, gewoon echt het hulpmiddelen om dat weer op te kunnen starten daar zo. Ja. Nou, ik ga ook nog even praten met uh, Henk Jan van ja. de Weert. Uh, die noemt zichzelf de aanjager. Hè, dus die probeert mensen te krijgen. Ja. Ik, uh, ik bedank jou vanaf deze uh, plek uh, voor je bijdrage. En uh, ik hoop dat je nog heel veel goed werk mag doen ja. en dat je andere mensen blij mag maken. Dankjewel. Graag gedaan.